Iedereen is bang voor monsters, maar sommige mensen proberen nog steeds op ze te jagen. Ze zeggen dat er geen rust is voor de goddelozen, maar vandaag gaan deze enge wezens op vakantie. Natuurlijk willen ze samen op vakantie, als echte vrienden. Ze hebben een geweldige reis gepland met veel dingen om te doen. En natuurlijk is dat alleen maar logisch. Ze zijn al 150 jaar niet meer op vakantie geweest. Weerwolf zit bij het raam. Ze geniet van het briesje. Het is haar hondachtige aard. Ze kan het niet laten. Maar het monster van Frankenstein heeft niet genoeg plaats in de auto. Hij is goed zo, denk ik. Zolang hij maar geen lichaamsdeel verliest. En Medusa rijdt. Ze is een snelheidsracer. Verkeersregels zijn niet aan haar besteed. En Vampier probeert de beste wandelroutes uit te zoeken. Zijn relatie met de zon? Die is ingewikkeld. Wat gaat deze bende monsters nu uitspoken? Vampieren houden zich graag op de vlakte. En hij vindt op elk restaurantmenu altijd iets wat op bloed lijkt. Domme vampier. Dat serveren ze hier niet. Wat tomatensap zal wel werken. Vampier is erg suave. Maar hij kan zich zelfs in een korte broek omkleden en achteroverleunen. Hij is op vakantie. Niet in het midden van zijn gebruikelijke griezelige taken. Oh, wie probeert daar zijn aandacht te trekken? Wauw, wat een mooie vrouw. Ja, hij is op vakantie, maar oude gewoontes zijn moeilijk af te leren. Hij kan wel wat gebruiken voor bij zijn tomatensap. Maar hij zal waarschijnlijk niet bruin kunnen worden. Auw, in deze hitte zal hij in mum van tijd verbranden. Maar Vampier heeft precies de lifehack. Een grote hoed en een cape maken een tentje. Dat geeft hem een uitstekende schaduw. Geen zonnebrandcreme nodig. Perfect. Oh nee, zij weer. Het lijkt erop dat ze Vampiers hutje en de omkleedtent weer door elkaar haalt. Nee, nee, niet naar binnen gaan. Het is te eng. Hé, waar zijn alle kledinghaken? Haken? Hier zijn alleen vampiertanden. Ah! Het ziet er naar uit dat dit arme meisje nog een tijdje nachtmerries zal hebben. Weerwolf is geen schuwe hond. Ze raakte verveeld van het hebben van armen en benen. Het is tijd om los te breken. En wat dan nog? Het zijn maar oren en poten. En kijk eens naar die vriendelijke grijns. Ze is klaar om plezier te maken in de zon. Maar een weerwolf leren kennen kan behoorlijk schokkend zijn. Neem nu Thomas bijvoorbeeld. Het leven heeft hem niet voorbereid op een vriend als deze. Maar dit is het enige wat Weerwolf weet te doen. Snuffel hem eerst helemaal af en zeg hem dan gedag. Ja, van alle kanten. Dit is zo gênant. Thomas wil een soort van gillend wegrennen. Maar dat zou zinloos zijn. Weerwolf kan gewoon zijn geur volgen. En Medusa heeft duidelijk wat problemen. Het lijkt erop dat ze iets kwijt is. Ze heeft al het zand hier in de buurt opgegraven. Een paar sieraden misschien? Ah, dat is wat er aan de hand is. Medusa is haar slang aan het oprapen. En als ze niet in de gaten houdt, glibberen ze weg om te ontsnappen. Ah! De strandgangers zijn niet blij met deze nieuwe bezoekers. Maar het kan Medusa niet echt schelen. Ze is vastbesloten het beste van deze vakantie te maken. Medusa is gewend zichzelf te verwennen. Oh, wil ze een ijsje? Dan krijgt ze een ijsje. Het enige wat nodig is een goede blik op de persoon met wie ze praat. En ineens zijn ze veranderd in een standbeeld. En wat, gaat een hoop steen dat opeten? Ah, perfect! Maar er is nergens plaats om te zitten. Geen probleem. Medusa kan uit het niets een comfortabele bank maken. Nou ja, bijna uit het niets. Dat ziet eruit alsof het een gekke zit zou zijn. Ah, dit is veel beter. Het is alleen een beetje te warm. Jongeman, kun je me helpen? Wauw, je hebt zulke mooie ogen. Ah, daar gaan we dan. Deze arme dwaas is niet meer dan een strandparaplu. Medusa heeft het behoorlijk goed. Maar helaas is Medusa niet de beste in flirten. Oh, wat een leuke jongen. Hij kan haar glibberige charmes niet weerstaan. Hé, kom je hier vaak? Oeps. Dat ging niet goed. Ze vergat helemaal haar verbluffende blik. En niemand heeft een vriendje van steen nodig.
Intussen heeft Frankenstein het moeilijk om te ontspannen. Hij is al een arm kwijt. Oh, daar gaat weer een ledemaat. Dit is zo tragisch. Verman je, Frank. Kom op. Je moet jezelf vermannen. Weerwolf is de enige die Frankensteins verloren ledematen kan terugvinden. En nu viert ze feest als een puppy. Ze heeft de arm van haar vriend opgehaald. Maar Frankenstein is niet van plan zijn vriend een hand te lenen. Hij heeft die arm nodig. Heel erg bedankt. Oh, maar hoe kon je die ogen nou weer staan? Prima, laten we spelen. Ik heb tenminste nog een hand over. Wat een vervelende weerwolf. We spelen tot het donker is. Dit is echt de perfecte plek voor een middagdutje. Je kunt je lekker opkrullen en ontspannen. De weerwolf zal haar territorium bewaken. Dus de toeristen kunnen maar beter uit de buurt blijven. Dat is juist. Ga weg, Thomas. Met weerwolven valt niet te spotten. Vampier en Frankenstein zijn aan het volleyballen. Maar het ziet er niet erg leuk uit om met ze te spelen. Eén slag van de bal en de grote kerel is neer voor de telling. Oh, daar gaat hij. Hij zal de hele avond zijn hoofd in het zand zoeken. En vampier kan niet weg vanwege al die zon. Ja, nou, deze jongens gaan duidelijk niet naar de Olympische Spelen. Medusa heeft geen haast om bij het water te komen. Het is geen pretje als je moet zwemmen met je bril op. En zonder bril zou het hele strand een beeldentuin worden. Ook de slangen zwemmen natuurlijk weg. En Weerwolf houdt ervan om iedereen nat te plonsen. En ze zal iedereen ompraten om te lachen. Nou, of ze zal ze gewoon maken. Frankenstein gaat er natuurlijk niet in. Maar zijn ledematen bezorgen hem al zoveel problemen. En vampier moet altijd een paraplu meenemen. Wat zo lullig is. Hij heeft tenminste geen probleem met duiken. Hij kan zo lang onder water blijven als hij wil. Vampier hoeft helemaal niet te ademen. Dat heeft hij eeuwen geleden al opgegeven. Ze laat hier elk oud gespuis binnen. Zelfs onze monsters scoren een uitnodiging. Goed, we gaan een killer verkleedpartij houden. Je hoeft je geen zorgen te maken over wat je aan moet trekken. Het zal leuk worden. Kom op. Het feest is in volle gang. Iedereen is in kostuum natuurlijk. Zoals we verwachten. Maar wat is er met de blikken? Ik denk niet dat het publiek de monsterkostuums mooi vindt. Wat? Is het niet authentiek? Oh, ze kunnen echt beter niet met Medusa vechten. Eén steekkoude blik en de hele zaal is bevroren. Zo, kleine monsters, wat vind je van die wending? Het kostte onze monsters maar een paar seconden om het leven van het feest te worden. Nou ja, want alle anderen zijn een standbeeld. En natuurlijk moet je een paar mooie vakantiefoto's maken. Om aan iedereen op Instagram te laten zien natuurlijk. Ja, monsters hebben ook social media. Laten we hier maar gaan staan. Maar ze passen niet allemaal in het kader. De arm van Frankenstein zal echter een prima selfie-stok zijn. Tijd voor de fotosessie. Oké, iedereen zeg monsters! Vond je deze monsterlijke vakantie leuk? Wie ontbrak er volgens jou? Laat het ons weten in de commentaren. Vergeet niet deze video een duimpje omhoog te geven als je ervan genoot. Abonneer je op ons kanaal als je nieuw bent en druk op de bel om als eerste te weten wat er verder gebeurt op Troom Troom Wow.